Tijdens de jaarlijkse spelerslunch heeft de KNHB diverse internationals in het zonnetje gezet. De meeste aandacht ging uit naar natuurlijk de record-internationals Minke Smabers en Jeroen Delmee. Zij werden gelauwerd voor respectievelijk hun 250ste en 400ste interland, die zij in het afgelopen kalenderjaar dus speelden. Smabers gaf onlangs aan haar interlandloopbaan met minimaal 2 jaar te verlengen. Maar zij gaat wel spelen onder een andere naam. Na haar huwelijk komende zomer zal ze de naam Smeets aannemen. Minke Smeets, maar voor nu nog 1 keer Minke Smabers. Wake me up.